Ja, het staat hier al, hè. Welkom in Makkinga. En als ik u was, dan zou ik dat inderdaad eens een keer doen, naar Makkinga toe gaan. Het is een bijzonder dorp in de gemeente Oost-Stellingwerf en een bijzonder slim dorp vooral. De bewoners van Makkinga namelijk zijn samen met de stichting SLIM, Stichting Lokaal Ideaal Makkinga, bezig met het milieu, met de natuur, met zorgvuldig omgaan met energie. En dat doen ze met heel veel succes hier voor mij namelijk. Daar is een grote dorpstuinerij geopend waar de Makkinga's zelf groenten verbouwen en fruit verbouwen. Groenten die ze zelf kunnen kopen hier in de winkel in Makkinga in de VG Supermarkt. Dat is niet alles. Ze hebben kachels waar ze hun eigen zeg maar gehakte hout op stoken. En wat helemaal fantastisch is, ze bouwen hier hun eigen zonnepanelen. Dat is een initiatief dat is uit België overkomen waaien. Daarvoor is het een groot succes geweest in Italië. En Makkinga is het eerste dorp waar op grote schaal, professioneel, maar wel door amateurs, door de bevolking zelf, nu zonnepanelen worden gebouwd voor eigen gebruik. Ik ben Erik Schrouwe uit Makkinga. Ik ben bestuurslid van SLIM. En we gaan er vandaag een feest van maken in Makkinga. Ik ben Harriet Schuur. We zijn hier vandaag bezig met zonnecollectoren te bouwen. Ik heb zelf plannen met zo'n collector. Ik heb er twee gekocht. Ik wil ze gebruiken voor het zwembad te verwarmen. De bedoeling is om hier, maar goed, technisch moet ik het nog even uitzoeken, maar om hier het zwembadwater meteen doorheen te laten stromen en dan weer terug in het zwembad. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. Dus ja, dat is mijn idee erachter. Ik gebruik ze niet voor de verwarming of voor de douche, maar puur voor het verwarmen van het zwembad. Ik ben Walter Slager, geboren getogen Makkingaster en ben hier dit weekend ook bezig met het bouwen van zonnecollectoren. Het initiatief wat SLIM genomen heeft, spreekt mij enorm aan. Ik ga de collectoren zelf gebruiken, net als Harry ook verteld heeft, voor het zwembad. Maar op termijn denk ik ook dat ik mijn warmwatervoorziening erop aan ga sluiten. Het werken in een team, mensen die elkaar eigenlijk niet kennen en hier toch middels zo'n klusweekend tot elkaar komen, dat heeft denk ik hele positieve invloeden, ook voor Makkinga op zich. En daar ligt ook de link denk ik een beetje richting mijn rol als voorzitter plaatselijk belang. En daar hebben we elkaar denk ik wel gevonden, Slim en wij. Ik heb zelf de verwachting dat als dit project vandaag goed op elkaar gezet wordt, dat er nog vele weekenden zullen gaan volgen, waarbij ook anderen die nu eerst de kat uit de bomen hebben gekeken zeggen van hey, dit spreekt mij aan en daar wil ik wel mee door. Mijn naam is Jappie Sietsma. Ik ben woonachtig in Makkinga. Ik ben voorzitter van de Stichting Lokaal Ideaal Makkinga, afgekort SLIM. De stichting beoogt eigenlijk binnen de lokale leefgemeenschap met duurzaamheid aan de slag te gaan, middels concrete projecten, zoals hier het zelf bouwen van zonnecollectoren. En zo zijn er nog een aantal concrete projecten waarbij we ook proberen dus de lokale bevolking te betrekken bij onze initiatieven. Op macroniveau kunnen dit soort initiatieven wel degelijk wat betekenen. Als dat ieder dorp daarin zou meedoen, heel veel mensen zouden meedoen aan dit soort initiatieven, dan heeft dat uiteindelijk op nationaal niveau en wellicht op internationaal niveau enorme effecten. Dus wij proberen al die lokale energiebronnen, mensenenergie, zeg maar, overal zijn. Wij proberen dat in Makkinga te bundelen. Als ze dat ook nog in Elslo doen of in Jubbega of noem maar op. Al die plaatsen, als die bezig zijn met dit soort initiatieven, dan op macroniveau gaat dat absoluut tellen. En denken we dat dat een hele goede ontwikkeling is. Mijn naam is Helen Thompson.
Ik kom oorspronkelijk uit Australië, maar ik woon tegenwoordig in Hilversum. En ja, ik ga binnenkort naar Australië terug. En ik wilde bepaalde vaardigheden opbouwen, want ik ga op de zijkant van een berg wonen zonder stroom, zonder water. Behalve wat van de hemel valt. Dus ja, het wordt behoorlijk anders met mij. En ja, ik wil leren hoe ik bepaalde dingen moet doen. Bovendien ja, heb je allerlei verhalen over ja, multicrisis, kredietcrisis, klimaatverandering, peak oil. Ik vind dat mensen moeten weten hoe ze een huis kunnen bouwen en hoe ze zelf stroom kunnen opwekken en hoe ze zelf water warm kunnen maken met de kracht van de zon. Nou, ook voor andere dorpen hoeft het geen enkel probleem te zijn om dit te gaan ontwikkelen. Het heeft natuurlijk alles te maken met dat een aantal mensen het initiatief moeten nemen. Het voorbeeld ligt hier op de plank, zou ik bijna zeggen. Dus wat dat betreft is het vrij eenvoudig om het elders ook voor elkaar te krijgen. Dus erg ingewikkeld is het allemaal niet. Het is gewoon een kwestie van ervoor gaan, gewoon een kwestie van doen. Dat is alles de schouders eronder en dan gebeurt het bijna vanzelf.